Donkere wolken boven Jan Breydel. En sinds het ontslag van CEO Patrick de Kuyper zijn die donkere wolken ook een beetje terug in Zultewaregem. Al is daar voor de wedstrijd niet veel van te merken. Een ontspannen trainer Frankie Durie doolt zelfs met zijn assistenten. De storm lijkt weg uit Waregem. Als het stormt, dan is dat natuurlijk niet weg in 1, 2, 3. Dat weten wij ook. Ik voel mij in die Hans die zaak geen winnaar. Integendeel, het is allemaal niet leuk. Maar het is beter dat daarover door de voorzitter verder wordt gecommuniceerd. U wordt nu wel afgeschreven als de sterke man van Zultewaregem. Klopt dat? Ik ben gewoon een coach die hard voor mijn team werkt. Ik ben een element in de schakel. Ik heb verleden jaar geen enkele assist gegeven. Ik heb geen enkel doelpunt gescoord. Ik ben een coach die probeert zijn spelers en zijn team binnen de structuur van Zultewaregem echt goed te prikkelen. Dat is uiteindelijk ook mijn job. Meer heb ik eigenlijk nog nooit gedaan. Echt geprikkeld begint Zultewaregem niet. Het heeft veel last met een enthousiast en dominant spelend Club Brugge. Zultewaregem zoekt naar zijn voetbal en aanvoerder De Fouw kent een ongelukkig matchbegin. Eerst die terugspeelbal die die ook in de Sammy dat hij direct kon verleggen. Ik dacht van, maar ik ga hem niet zien komen, Maxime, denk ik. En ik was er heel snel bij. En ik dacht al dat hij binnen was. Als je mijn reactie dan ziet, ik had hem al bij neerlegd dat hij binnen was. Dan gebeurt verder die vrije trap, denk ik. Strafschopfase. Een duel. Hij zet me weg en ik probeer hem nog bij te houden. Dan is strafschop. Het zijn duels in de 16 meter. Dan weet je dat er niet veel moet gebeuren om strafschop te fluiten. Even later ontsnapt De Fouw ook nog eens aan zijn tweede gele kaart. Het is een intense eerste helft met grote kansen aan beide kanten. Maar dan wordt net voor de rust een baie leien in de 16 neergehaald door Mechelen. Gumieni fluit geen strafschop, bij Zultewaregem geloven ze hun ogen niet. Scheidsrechter Gumieni heeft na de wedstrijd enkel deze fase kunnen herbekijken. En is bereid om die met ons te bespreken. Je ziet aan de reacties van die jongens dat ze waarschijnlijk gaan gelijk hebben. En goed, dan moet je proberen mee om te gaan onder de rust en zeker de tweede helft. Ik was niet zeker op dat moment omdat ik niet goed genoeg geplaatst stond. En ik heb beoordeeld dat Leijen daar iets te gemakkelijk neerging van op de positie waar dat ik stond. Ook voor de assistent was dat zo. Maar we hebben de beelden bekeken en we moeten toegeven dat dit een duidelijke strafschop was die we hadden moeten fluiten. Een eerlijke mea culpa van Gumieni. En die komt er ook van Frankie Durie in de persconferentie. Nee, het is over. Het was net gebeurd en soms heb ik van die momenten dat ik denk, ik had er zijn, maar ik heb mij onmiddellijk na de match ook geëxcuseerd. Het was zo vers in het geheugen. Enfin, wat is het? Soms zou een coach ook beter binnengaan, maar ik dacht van, ja, we hebben nog 45 minuten. Ik ga het wel een keer zeggen wat ik gezien heb. Maar meer niet. Stop. Knappe excuses van Durie. Maar zijn grinta nemen zijn spelers wel mee naar de tweede helft. De Sutter het eerst nog voor de doellijn. Maar een kwartier voor tijd komt de gelijkmaker er toch via Nasus. Hij tikt de bal van Leijen nog net voor de lijn binnen. Ook Le Brugge had eigenlijk nog een strafschop moeten krijgen. Maar het blijft bij een 1-1 gelijkspel. In de persconferentie maakt Garrido duidelijk dat door de Europese uitschakeling Club Brugge nog meer titelkandidaat is dan tevoren. De laatste vraag is nog voor Durie. Eentje over John Biko, de manager van de Hazards. De storm steekt nog een laatste keer op. Wie mij kent weet wat er gebeurd is en ik zeg dat niet meer.